Yo mensen, tof dat jullie weer kijken naar een gloednieuwe aflevering van Killer Jay de Agent. En vandaag gaan we aan de slag bij de Rangers, de Park Rangers. Dus we houden een beetje de gebieden rond Mount Chiliad gaan we vandaag in de gaten houden. En laten we maar eens beginnen. Even op F3 drukken en go on duty. En dan, dat is go off duty. Go on duty en dan gaan we als de Nail Ranger. Yeah. Dit is de Ranger en natuurlijk hebben we ook een partner nodig. Dus request partner. En dan gaan we natuurlijk ook gewoon een female ranger, want vandaag gaan we als rangers aan de slag. Dus dit kunnen we afsluiten en laten we maar op patrouille gaan. Onze collega staat hier zo. Sorry. En onze auto staat hier op de parkeerplaats, dus laten we maar gaan instappen en laten we maar eens gaan kijken wat zich allemaal afspeelt rondom Mount Chiliad. En ja, al het gedoe daar. Dus we hebben hier een leuk busje. Een beetje groen, ook een beetje ja, de kleuren van het park, zeg maar. En zoals je kunt zien, ons patrouillegebied ligt hier ook. Dus laten we maar eens een rondje gaan rijden om Mount Chiliad. We gaan even een beetje de kant op van... naar links. De kant op van het verre gedoe. Oh, we gaan niet door geel heen rijden. Wacht even netjes op stoplicht. En de bedoeling vandaag is dat we de parkgebieden een beetje veilig gaan houden. En hopelijk krijgen we zo meteen een melding binnen. En anders gaan we gewoon even de auto's aan de kant zetten. Om te kijken wat ze allemaal bij zich hebben en of ze zich wel aan de regels houden. Dus laten we maar gaan beginnen. Dus even kijken, gaat dit... Ja, gaat op groen. Helemaal top. Dan mogen wij gas geven. En dan gaan wij mooi deze kant op. Even kijken bij de fabrieken hier in de buurt. Zoals de Clackenbell Factory. We kunnen natuurlijk daar ook even kijken of daar nog wat aan de hand is. En... Oh, we krijgen al iets. Dus even kijken, waar moeten we heen? Nou, we moeten in ieder geval omdraaien. Laten we onze sirenes maar even aandoen. En laten we maar eens gaan kijken wat er precies aan de hand is hierachter. Het is bij de railroad tracks volgens mij. Ik denk dat we dan gewoon het beste... Hij zegt dat we hier terug moeten. Maar we kunnen denk ik het beste hier gewoon... er doorheen. En dan even over de railroad tracks heen. Eens kijken of we er op die manier een beetje kunnen komen. Kijk, daar is het. Oh, ze staan hier boven op de berg volgens mij. Laten we even een stukje hier omheen gaan. Het wordt een beetje lastig. Ik denk dat we hier het beste te voet verder kunnen gaan. Nou, wacht eens. Nee, ze zijn er vandoor gegaan. Laten we de shotgun erbij pakken. Daar rennen ze. Er is gelukkig al meer. Er zijn gelukkig al collega's te plaatsen. Ik heb één iemand geraakt. Zo dus leven ze nog. Daar achter. Ja, oké. All suspects dead. Oké, chill. Het is hier weer veilig. En die vrouw die weet niet echt waar ze mee bezig is. Ik meende namelijk dat ze boven op de berg zaten. Omdat die rode cirkel daar zeg maar stond. Maar toen zag ik in één keer aan mijn linkerhand. Zag ik dat ze... Weet dat? Dat daar rode stipjes waren. Dus toen wist ik eigenlijk al genoeg. Ik ga even wachten op mijn collega. Nee, ga niet achterin zitten. Nee, foei, niet achterin. Ja. Ik val voorin zitten naast mij. Goed zo. Nee. Toch niet zo moeilijk. What the hell was that? Je moet gewoon naast... Wauw, ik dacht heel even dat ze weer achterin ging zitten, maar gelukkig doet ze dat niet. Ze zit nu gewoon naast me. En de sirenes kunnen natuurlijk wel weer uit. We moeten natuurlijk even uitkijken als we hier wegrijden. Dat we niet door een trein geraakt worden zoals hier. En even kijken, oké, de trein rijdt door. Kunnen wij nu deze kant op. En dan kunnen we als het goed is weer gewoon door het hek heen gaan waar we net ook doorheen zijn gegaan. Hierachter. Het is niet echt goed voor de auto dit. Maar ja, de overheid betaalt de auto toch wel. Dus laten we hier weer door het hek. Oh, we zitten hem. Oké, we zitten vast. Dit is wel een beetje kut. Oké, wacht. Laten we deze auto maar gewoon achter. We hebben een nieuwe auto nodig, dus laten we even teruggaan naar het ding. We kunnen helaas deze call niet gaan doen. Want we hebben geen auto. Dus laten we even teruggaan naar het department. Natuurlijk hebben we daar geen wapen voor nodig. En laten we even een nieuwe auto ophalen. Hopelijk staat er een nieuwe auto voor ons klaar. Dan moeten we helaas maar even met een sheriff's auto gaan. Want daar zijn we gestationeerd, bij het sheriff's department hierachter. En hopelijk staat er natuurlijk een auto achter het hek. En anders hebben we echt een groot probleem. Dan moeten we een auto gaan spannen. Maar dat is natuurlijk minder realistisch. Maar misschien staat er wel een autootje achter. Even kijken.
Er staat wel een ambulance. Nee, oké. Okay. Dat wordt een auto spannen. Helaas, ik wou het een beetje realistisch houden in deze aflevering, maar ja. Ze staan er niet toe. We nemen de Sheriff Stanier dan mee. Zo, die is ook wat sneller. We lenen wel even een auto van onze collega's. En volgens mij is mijn collega net overreden door een auto. Yes, we'll take that. Oké, okay, mijn collega, die is volgens mij al vrij, want die werkt niet meer mee. Dus laten wij dan maar alleen op deze call afgaan. Laten we wel even de sirenes aandoen. En laten we dan maar richting de call gaan rijden. Hopelijk gebeurt er nog wat spannends onderweg. En ja, dan is het nu de bedoeling, er zijn shots fired daar. Dus we moeten wel alert zijn als we aankomen rijden. Het is in de buurt, het is een beetje ook nog in het beboste gebied. En hopelijk rijden er natuurlijk ook collega's mee. Anders moeten we ter plaatse even de collega's erbij gaan roepen. Hier moeten we naar links en de top. Ja, het is dus echt in de bergen. Hier rijdt nog een autootje van de houtzagerij. Konijntjes, kijk uit. Er komt hoog snelheid de politieauto langs. Kijk uit, Lion. Lion, Mountain Lion. Oké, laten we de sirenes even uitzetten. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Uitstappen, uitstappen, uitstappen. Laten we gewoon, dit is denk ik wel een goede klus voor de handgun. Oké, okay, one suspect down. Staat weer op. Oké, okay, nou is ze wel down hopelijk. En op het moment dat de collega's eraan komen, hebben we het eigenlijk al gefixt. Laten we nog even kijken wat ze bij zich. Holy shit. Gast niet goed bij zijn hoofd ofzo. Ik wil nog wel even kijken wat ze bij zich hebben. Misschien kunnen we zo de evidence nog even oppakken. En hier ligt nog evidence. Laten we dat ook even meenemen. Zo, helemaal top. En dan kunnen wij verder met onze dagelijkse bezigheid. Onze auto staat hier nog. Hij is helaas wel een beetje beschadigd. En ik zet de radio even uit. Zo. En laten we dan maar even verder gaan. Op patrouille. En eens kijken wat we nog meer tegen gaan komen in dit mooie beboste gebied. Want ik bedoel, we zijn normaal altijd in de stad aan het werken. En vandaag zijn we... Oké, okay, jullie hebben dat niet gezien, oké? Okay? Ik heb geen konijntjes doodgereden. Oh, dat vind ik zielig. Ik hou van dieren. Oké, okay, maar in ieder geval, we zijn net weer van een call weggekomen. Die hebben we goed opgelost volgens mij. We hebben de suspects uitgeschakeld. Kunnen ze helaas nog niet arresteren, maar... ja, het is nou de bedoeling dat we weer naar een nieuwe call gaan. En zolang we die niet binnenkrijgen. Yes, oké. Okay. En, oh shit. Holy shit. Oké. Okay. De call was dus gewoon... Oh. Oké, stay down, stay down, stay down. Oké, okay, even kijken. Volgens mij is ze uitgeschakeld. Even kijken. Even het bewijsmateriaal meenemen. En dan gaan we nou eerst eens even het bewijsmateriaal terugbrengen naar het politiebureau. Ik denk dat dat wel belangrijk is. Dus even kijken wat we allemaal hebben opgepakt. Sowieso guns. Heel veel guns. Ja, heel veel guns. Dus laten we die even terug gaan brengen naar het politiebureau. En dan kunnen we denk ik daarna wel weer verder op patrouille gaan. Dus even de sirenes uit. Dat is natuurlijk niet... we mogen sowieso wat te snel rijden. En dan laten we ook even direct achter het politiebureau de auto maken. Dus dan zetten we die even in de shop. En dan ja, laten we hem maken. En dan gaan wij even het bewijsmateriaal terugbrengen naar het politiebureau. Wat mij op zich wel een strak plan lijkt. Want straks worden we neergeschoten. En dan... oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Ja, oké, okay, mooi zo. Hier staan nog allemaal auto's. Laten we deze ook even parkeren. Dan kunnen ze deze naar de garage brengen. Dan kunnen wij straks met een andere auto weer verder rijden. Even snel het bewijsmateriaal inleveren. En daarna accepteren we die call wel zo. Even naar de filing desk. Ja, dup, 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 dup. Zo. Jullie hebben het niet gezien, maar ik heb net het bewijsmateriaal in de filing desk gedaan. En dan gaan we er weer vandoor. Pakken nou gewoon deze auto. Serve and obey. Yes. Direct een pursuit. Dus laten we erachteraan gaan. En ja, het is niet de dag die ik eigenlijk verwacht had. Holy shit, dat is een snelle auto. Dat is sowieso een snelle auto. Ze komen helemaal vanuit de stad er al achteraan. Dus en ik heb nu niet zo'n snelle auto helaas.
En ik denk als we dit niet slim aanpakken, dat we ook nooit in de buurt gaan komen van deze auto, waar we nu achteraan zitten. Het zag er een beetje uit als een soort van Ferrari-achtig iets. Oké, dat zal hem leren. Nou gaat hij in het vervolg niet meer achter botsen tegen politieauto's en zo. Maar het is een beste pursuit, zoals je net kan zien. En de auto is ook best wel snel, dus hij is ook wel een best eind gewoon er vandoor. En dan moeten we even gaan kijken hoe we bij hem in de buurt kunnen komen. Laten we eerst de map erbij pakken. Hoe rijdt hij nu? Hij rijdt nu zo. Ja. En nou ja, er is niet echt een punt waar we hem op kunnen afsnijden, want ik heb dit gedeelte van de map op de PC nog niet eigenlijk unlocked. Dus laten we maar gewoon proberen zoveel mogelijk snelheid te maken. In de hoop dat we dat onze collega's hem misschien kunnen rammen. En dat we dan op tijd kunnen bijsluiten voor de killshot. Want dat is toch nog op dit moment uiteindelijk wat er gemaakt moet worden, een killshot. En de collega's zetten wel gewoon wegblokkades neer en zo. Maar laten we gewoon proberen zo snel mogelijk door te rijden. Ik heb nu behoorlijk wat snelheid gemaakt in deze auto. En ik kom nu eindelijk ook een beetje in de buurt. Alleen auto's hebben nog niet door dat ze gewoon aan de kant moeten gaan voor mij. En degene die in zo'n auto rijdt, die heeft ook best wel veel geld. En ik ga ervan uit dat hij dat geld niet op de eerlijke manier heeft verdiend. Dus misschien heeft hij naar een bank overvallen of zo. Ik heb niet echt goed naar de melding gekeken. Maar in ieder geval, we zijn aangekomen bij de tunnel. En dat is ook waar onze collega's nu achter deze Mercedes aan zitten. En ik had volgens mij net die ene man niet dood mogen schieten. Maar die ene collega zit al behoorlijk dichtbij. De andere heeft een ongeluk gehad helaas. Even checken. Okay. Dit is de auto waar we achteraan zitten. Ze is behoorlijk aan het roken. Stop it, stop it. En we cleared it! Yeah! Oké. Okay. Dus onze auto is wel een beetje brokkel van die beuk. Maar het was een. Het was volgens mij een goede beuk. Zo, oké, chill. En laten we deze auto gewoon even lekker staan. Want hij wil zijn auto waarschijnlijk. Oh, hij heeft geen auto. Oké, I'm a police officer, I need your vehicle. Oké, er zit niet eens iemand in, dus laten we gewoon deze auto pakken. En laten we hier even verder gaan. Helaas hebben we geen sirenes, maar ja. Hè? We rijden nu gewoon in een onvallende. In een onopvallende auto. En daarmee kunnen we wel even terugrijden naar het bureau om een nieuwe politieauto op te halen. Dus laten we even een waypoint zetten naar het bureau toe. Die zit hier zo. En dan spoel ik dit even door. Tenzij we een melding krijgen, dat kan natuurlijk ook. Vaak als ik trouwens het woordje melding zeg, dan krijgen we ook een melding. Maar in ieder geval, als ik geen melding krijg, dan zie ik jullie op het bureau. En krijg ik wel een melding, dan zie ik jullie zo. Oké, we krijgen wel een melding, dus let's go. Oké, even kijken. We moeten eigenlijk draaien, dus laten we dat even gaan doen. We gaan gewoon in een auto van een civilian achter een melding aan. En ik ben in één keer mijn driving skills kwijt. Even kijken hoor, waar speelt de melding zich af? Daar zo. Hoe wil die dat we daar helemaal heen gaan? Laten we eerst even die wegzetten. Even kijken hoor, waar zijn we nu? We zijn nu zo, dus dan moeten we. Deze kant op. Even kijken hoor. Ja. Ja, oké, we moeten die kant op. Laten we dan maar gewoon zo doen. Oh shit. Ik hoop dat dit gaat werken zoals ik hoopte dat het ging werken, maar dat doet het helaas niet. Even hier bovenop komen. Okay, dat is niet gelukt. En. Oh, kut. Kom op. Trek het. Oh mijn god. Hoe gaan we daar ooit komen? Oké, ik heb wel een beter idee. Fuck it. Sorry dat ik zeg fuck it, maar F3. Request vehicle. En dan gaan we maar op de police bike. Yeah. Oké, we hebben nou een politiemotor. Zo, we gaan wel alle vehicles volgens mij behandelen in deze episode. In ieder geval alle vehicles die we nog niet gehad hebben in de afgelopen episodes. Want ik heb nu gewoon steeds een andere auto. En dat mag ook wel, want anders ja, komen we gewoon niet bij het plaatsdelict waar we keihard nodig zijn. Dus moeten we hier omhoog gaan. Even kijken, zo, ja. Hoe loopt dit weggetje?
Oh, ik dacht even dat ik die stunt ging halen, maar helaas. Oké, okay, even kijken hoor. We moeten... die kant op. We moeten achter de berg zijn. Oh, shit. Dat wordt denk ik wel kut, maar... ik denk dat we het kunnen. Zolang we maar in onszelf geloven. Dan moeten we niet... jumps gaan doen die we niet kunnen maken, maar hopelijk kun je hier zo... hier tussendoor? Dat hoop ik wel. Laten we erop hopen dat we hier zo langs kunnen. Trek het motor, trek het. Trouwens, zie je dat? We hebben geen rug. Oh shit, we hebben gewoon geen rug. Maar in ieder geval... we zijn nu bijna aangekomen. Het werkt op deze manier. We kunnen zo over de berg heen komen. Natuurlijk is het hartstikke onrealistisch, maar ja. Het is en blijft natuurlijk GTA. En een meneer die zet het op een vluchten. Waarschijnlijk heeft hij onze sirene gehoord. Oh shit. Ik dacht heel even dat dat een hele grote val ging worden, maar het viel mee. Deze wordt waarschijnlijk iets groter. Oh nee, het valt ook niet mee. Onze collega's komen ook wel aan, maar wij komen op de spectaculaire manier aan. Hallo bruv. Oké, okay. En jullie vragen jullie nu waarschijnlijk af. Waarschijnlijk ben ik vergeten om op uit te zetten. Waarom ik niet doodga. Maar in ieder geval, we hebben het opgelost. En waarschijnlijk kunnen we wel even met onze collega's meerijden. Yo, can we drive along? No, no, we just take a car. Oh shit. Wow. Serieus, Joey? Serieus? Wow. Oké. Oké, laten we doorrijden. Oké, we zijn weer gewoon op de weg. In ieder geval. Do you need to drive home, man? Man, do you need to... I'm the police, man. Oké. In ieder geval, ze wilden dus geen ritje naar huis. Dus laten we doorrijden. En eens kijken of we nog iets van een andere call tegen kunnen komen. Yes. Zie je, als je het woordje call zegt, dan krijg je gewoon een call. Dus nee. Oké, onze auto zit alweer vast. Ik denk dat ik gewoon in het vervolg maar op een motor moet gaan rijden, want die komt niet constant vast te zitten volgens mij. Want ik kan niet meer op een auto, in een auto rijden. Dus laten we maar gewoon even een police bike erbij pakken, zo. En dan achter de achtervolging aangaan. En dan kunnen jullie ook naar mijn mooie spineless rug kijken, oftewel een ruggengraatloze rug, want die heb ik op dit moment. De Ranger is waarschijnlijk niet heel veel voorkomend in het spel en die stapt waarschijnlijk ook nooit uit zijn auto, dus heeft geen rug gekregen van de makers. Wel een beetje nep. Rockstar, als ik het mag zeggen. Dat jullie dat niet even goed hebben afgewerkt. Maar, het zij zo. Hier hebben wij op dit moment ook geen ruggengraat. En ook de auto komt eraan. De auto komt deze kant op, de auto komt deze kant op. Oh shit, oh shit. Snel, gas. De politie geeft niks van mij. Laten we er achteraan gaan. Als we nou een auto hadden gehad, dan weet... ik weet het, als we een auto hadden gehad, dan konden we gewoon... de auto als blokkade gebruiken hier op de weg. Maar die hebben we niet helaas. Dus moeten we het gewoon op de motor doen. En dan wordt het allemaal even een stukje gevaarlijker van. Maar ik denk dat we dit wel kunnen. Het is echt moeilijk richten. Zo. Met zo'n Xbox 360 controller. En rijden tegelijk. Ah man. Blijf dan ook stilstaan. Verdorie. Zijn hele auto's verneukt. Even kijken. Kom op. Hehe, eindelijk. Ladies and gentlemen, we got him. Oké, maar in ieder geval laten we nou eens even... zit hier ook een politiebureau trouwens? Dus kunnen we daar wel even een kijkje nemen. Eens kijken wat daar zit. I know I made a kill shot. I know I'm awesome. Laten we doorgaan. Oh, hier zit het huis van de drugsdealende brothers.
Laten we het hier even gaan checken. We zijn natuurlijk geen corrupte agent, dus we moeten even checken of hier alles oké is. Misschien even de boel opblazen. Heb ik ook molotovs. Nee, ik heb alleen teargas. Dan teargas naar binnen. Doet waarschijnlijk ook wel het goede werk. Dus laten we even hier teargas naar binnen gooien. Zo. Zo. En zo. Ja, weer een MATLAB opgeruimd. Hier kunnen ze niet meer zijn. Want ze worden er wel uitgebrand. En laten wij dan nu weer verder gaan met ons werk. En dat is op de motor stappen. En dan gaan we nou even een auto staande houden. Kijken of ze nog wel aan het doen zijn. Wat het al niet door de beugel kan. En anders... Oh, je hebt gewoon groot licht op dit ding. Gruwelijk. Yeah. Oké, laten we verder gaan. We hebben genoeg de motor bewonderd. Maar laten we wel even het grote licht aan doen. En echt serieus, ik krijg de hele tijd een call. Waarom krijg ik nou? Ik zet zometeen even mijn radio busy. Dan gaan we nog even wat auto's staande houden. Want s'nachts wordt er natuurlijk veel gedealed en zo. En hier in de buurt zitten heel veel MATLABs. Dus laten we nog even een paar auto's gaan checken. En daarna kunnen we gewoon stoppen met werken. Dan zit de nachtdienst er weer op. En dan kunnen we natuurlijk gewoon lekker weer naar huis gaan. En dan komt er vanzelf weer een volgende episode. Maar eerst even bezighouden natuurlijk met onze dagelijkse job. En dat is achter auto's aan zitten. En de dingen doen om Los Santos veilig te houden. Want dat is tenslotte... Oh shit, waarom we deze serie zijn begonnen. Om Los Santos ook een stukje veilig te houden. Samen met de Bounty Hunters, of de premiejagers zoals Steven ze noemt. En we zijn inmiddels aangekomen bij de Pursuit. Catch up to the Pursuit. En het is weer zo'n fucking snelle... auto. En... Oh mijn god. Wat is het leven van een agent in Los Santos toch ook zwaar. Want je collega's die geven niet eens om je. Die rijden gewoon over je hoofd heen. Oh mijn god. Wat heb ik allemaal? Wat kan ik allemaal gebruiken? Stungun. Teargas. Een hand. Ja, oké. Dat wordt toch een handpistool. Yeah. Let's go. Ik weet het. Die auto's zijn sneller dan mij. Maar ik ben ook snel. Laten we de... Wauw. Hoe snel zijn hun? Die auto's zijn echt snel. Die police buffalo's of zo zijn dat. Of die interceptors. Het zijn echt van die highway. Nice. Oh my god. Hij gaat er vandoor in een snelle auto. Laten we er weer achteraan rijden. Ik snap niet waarom die omkeerde, überhaupt. En hij wou mij ook niet aanrijden trouwens. Terwijl ik gewoon voor hem zat te schieten. Maar in ieder geval, laten we er in ieder geval weer achteraan gaan. Oh my god. Ik ga zo meteen echt in een interceptor rijden. Oh shit. Oh shit. Sta op alsjeblieft. Oh, damn. Ja, ik ga zo meteen gewoon een interceptor pakken. En die gebruik ik ook gewoon voor alle. Volgens mij heb je hem ook undercover. De interceptor. En dat is gewoon echt de snelste politieauto die er is. Ik bedoel, met dit motortje, kijk dan hoe lang het duurt voordat ik eindelijk bij hen in de buurt ben. En die interceptors die halen mij gewoon in de hele tijd. Dus ik denk dat ik echt het beste gewoon kan kiezen voor voor de interceptor. Er komt inmiddels wel wat rook uit zijn auto. Nee, ik moet geen teargas. Ik moet een handgun. Goed zo. Een pistool. Die heb ik nodig om hem uit te schakelen vanaf de motor. En natuurlijk het liefst gebruik ik de shotgun. Maar die kan ik helaas niet op de motor gebruiken. Alleen de salt of shotgun. En die is in het officieel is dat ding ook verboden. Dus staat in de fik. Zo. En het is gefixt. Ik zie dat ik heb gewoon... Wauw. Ik heb gewoon voor het eerste keer de benzinetank geraakt. Gruwelijk. Oké, laten we snel doorrijden voordat het ding ontploft. Maar ik heb gewoon een benzinetank geraakt. Weet je hoe gruwelijk? Dat is nog nooit gelukt. Maar in ieder geval... Laten we verder gaan. Laten we nou eens een keer de radio, zoals ik al zei net, op busy zetten. Status have been set to busy. En laten we gewoon eens wat auto's gaan... staande houden. En eens kijken... wat er allemaal aan de hand is.
Yeah. It's happening. Yeah, speeding, careless driving, sir. Fuck off. Ticket, $50. Oh wow. Oh no. Agreed you with the ticket or what? Thanks. Yeah, he agreed with the ticket. Helemaal top. Laten we dan maar even verder gaan naar de volgende auto. Dit is volgens mij een beetje zo'n... Dit was een soort stadsky, maar... Dit is volgens mij geen stadsky, dus laten we die ook even staan houden. Get out and approach the driver. I will, son, I will. Bullshit! Yeah, I'm making my money. Oké, helemaal top. Laten we een tijdje achter hem aan gaan rijden, kijken of hij nog wat uithaalt, wat dus echt niet kan. Dus even kijken. Als hij afslaat zonder kniplicht of zo, dan pakken we hem er gewoon voor. Ja, we moeten een beetje geld verdienen. Het wordt alweer licht. We hebben al veel te lang gewerkt. Even kijken hoor. Ga je nou van de verkeerde kant inhalen? Ben je nou serieus? Jij rijdt veel te langzaam. Dat is gewoon gevaarlijk straks. Speeding and careless driving. Wat ben je, 54? Ja, dat dan nog op de weg mag, man. Hij heeft gewoon een pistol, G. We're going to hell. Hij heeft een pistol. Ik zag het helemaal verkeerd. Waarom zet ik hem free? Fisher, please business, sir. Fisher, please business. Haal de pistool. Dus dit moest gebeuren. Oké, okay, en je hebt ook nog eens mijn motor gemold. Wauw. Hoe moet ik nou terugkomen? Hè? Eh? Hoe moet ik dit gaan doen? Rij. Oh shit! Goed zo. Toppie. Ik heb mijn motor gemold. Ik weet het. Ik word nu een beetje een agressief agent, maar dat komt. Ik heb niet goed geslapen vannacht, jongens. Jullie weten het. Ik heb niet goed geslapen vannacht. En dan moet ik ook nog een nachtdienst draaien. En ik wil nou even snel een stukje rijden. En gewoon eens kijken of ik nog een autootje tegenkom. Van iemand die een gun bij zich heeft ofzo. Mijn motor is ook bijna naar de tyfus. Oh my god. Pull over. Pull over. Good job. Oké, okay, helemaal top. Oké. Okay. Toppie. Speeding carriage driving, sir. Ask for license to Rigo. Hey, Friske. And found a pistol. Ticket. $400. Als je niet meer kort gaat, schiet ik je door je hoofd. Gaan we doen. Bruv. Bruv, you serious? Oh my god. Hij gaat er gewoon vandoor. Dus even kijken of we hem nog weer kunnen vinden. En anders is hij gewoon echt ontsnapt. En dan komt het door die guy die achter ons zat. En dan is het denk ik ook einde episode. Maar als we hem nog weer kunnen vinden, zal het natuurlijk leuk zijn. Ik denk dat hij deze kant sowieso op ging. Oh shit, dan ging vast niet deze kant op. Oh shit, we gaan tegen het verkeer in. Oh shit, oh shit.
Nee, dit is echt einde episode. We kunnen hem echt niet weer vinden. Ik hoop toch dat jullie deze episode weer leuk vonden. Vond je hem nou leuk? Vergeet dan niet even een blauw duimpje omhoog achter te laten. Even subscribe op mijn kanaal als je mij nog niet kent. Ik ben Farid Bukirje. Dus subscribe. Het is gratis. Het is free. En natuurlijk in de reactie even te laten weten wat je ervan vindt. En dan zeg ik bij deze later.